Hallo daar, lieve luisteraars, het is weer tijd voor een gloednieuwe Gamersnet Radio, met Peter en Tom, niet die nieuwe stagiair Tom, maar de originele Tom, de echte, de enige. Je weet wel, die ene met die muts en dat belabberde accent, maar goed, ze zitten er weer klaar voor. Joepie, laten we maar beginnen. Gamersnet Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Turtle Beach Headsets en Pro Gamer Webshop, pro-gamer.nl. Gamersnet Radio via iTunes of gamersnet.nl. Jongens, welkom bij aflevering 236, als ik me niet vergis. En ik zit hier met Tommy en daar is Tom. En dat is, zullen we jou gewoon Gudde noemen vanaf nu? Aan mij kou? Kou? Nee, ik noem je nooit kou. Vind je stom. Okay. Maar welkom Tom in het warme bad, het Gamersnet Radio heet. Het is eigenlijk de intro, dus dat moeten we nog niet met hem praten. Maar we gaan een enorm... Het is woensdag... Sorry, show. Sorry. Ja. Weer zo'n tijdcapsule, hè? Alfred. We zijn begonnen ook. Sorry. Maar de tune loopt nu al. Oh, het is één grote chaos. Het is... Nou, oké. Okay. Mag ik Hans Otjes laten zingen, alsjeblieft, nu? Ja. Nou, ik had het erover. Wij zijn nu officieel een leerwerkbedrijf. Ja, ja, ja. Jee. En wij mogen kennis overbrengen. Dat terwijl we zo vaak zoveel dingen verknallen. Ja, is ook zo. Maar dat is ook het leven. Ja, daar leer je wel van. Dat is ook zo. En als een school iets anders beweert, dan hebben ze het fout. Ja, nee, dat klopt. Maar welkom Tom. Hoe was je week? Best wel druk. Waarom? Ik weet niet, toch best wel veel met Gamersnet bezig geweest. Hoezo? Ik heb best wel veel nieuws geschreven. Ja, je zat goed met je quote. En ik heb nou eindelijk mijn Gamescom previews af. De laatste is geschreven. Je moet er ook nog één. Je moet er zelfs nog één. Dus ik ben eerder klaar dan jij. Nou... Want ik ben altijd als laatste klaar. Ja, maar ik had ze allemaal zeg maar al tijdens Gamescom af. Tot ik achterkwam dat ik één vergeten was. Dat was gisteren. Oh, ja. Ja, ik ben dan zeg maar één opzettelijk vergeten. De Master Chief collectie. Want er was gewoon niks over te schrijven. Hoezo niet? Gewoon fucking awesome, Zelo. Ja. Dat zeg je dan gewoon. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet over. Jij kan in een artikel zeggen fucking awesome moet je allemaal kopen. Dat kan ik niet. Gaat er iets knagen aan mij. Dat klopt niet, toch? Oké. Okay. Nou, ik heb wel veel zin. Ik ga binnenkort hele Reach spelen. Want die is met Games with Gold. Ja, maar alsof ik die game niet heb. Nee, ja, ik heb hem ook. Zullen we co-op gaan doen? Die game was juist helemaal co-op based. Dat was juist het ding. In singleplayer kun je co-op doen. Ja, gewoon tot 4 man. Dat was juist het ding van Reach. Wat vet, dat wil ik. Ja, nou, dan gaan we dat doen. Gaan we lekker samen spelen. Dat vind ik wel heel leuk. Ja. Heb je alweer gold? Nee, ik fix wel even gold. Ik heb nou weer een beetje money, dus dan kan heb ik... Heb je ook een dealer? Je praat nou net alsof je een dealer hebt op de hoek van je straat die in gold deelt. Hey man, you need to fix. You need to fix gold. Dan kom ik zo een beetje twitchend aan. Zo, en dan is hij zo van, first one's free man. Oh, sorry, dat mag niet meer zeggen, hè. Ja. Ja. Jawel, mag wel. Okay. Maar, nou, goed dat het goed gaat. Maar dus druk met Gamersnet. Ja, en gegamed. Ik heb, jongen... Ja, ik had GTA Online. Ik had, nee. Nee, ook wat daarop staat klopt ook niet. Ik heb ook niks in de app verstuurd. Oh, oké. Okay. Ik heb gewoon echt in 2 dagen iets van 16, 17 uur in Red Dead Redemption geklokt. Yeah, joh! Wat vet! Ja, man. Jij had het erover en ik dacht, kut, ik heb die nog liggen. En ik ben hem gaan spelen. En je bent hooked? Ja, ik ben best wel hooked. Het is vet, hè? Ja, het is wel vet. Maar ik zit af en toe... Ik wil mijn status niet verneuken. Ik ben nou zeg maar de good guy aan het spelen. En af en toe denk ik van... Oh, lijkt me ook wel gaaf om gewoon een bad guy even te zijn. Ja. Met bandana op en mensen neerschieten. Een vrouw kidnappen of zo. Ja. Op treintracks leggen. Dacht ik, oh, dat is vet. Ja. Maar ja, dan wil ik... Ik heb die eerbalk zit vol en die wil ik zo houden. Maar hoe ver ben je dan inmiddels al? Ja, de stats zeggen dat ik over de 20% ben. Maar dat is, ik ben niet ver in het verhaal. Want ik zie een slang en ik denk, oh, slangen er liggen. En ik zie een vogel en ik denk, oh, die veren wil ik wel hebben. Dan heb je veel vogels. Ja, klopt. Maar ook alle strangers doe ik altijd meteen. En alle sidequests. En iemand hoeft maar langs de weg te zwaaien. En ik ben of je stopt. Ja, dat doe ik ook. Maar ben je al in Mexico? Nee, ik ben nog niet naar Mexico gegaan. Nee. Ik probeer alles 100% te halen voordat ik daar naartoe ga. Ja, maar Mexico is een beetje het jammerste gedeelte. Echt? Ja. Ik dacht juist, ik was een beetje benieuwd daar. Ja, nee. Oh, trouwens, ik poker ook heel veel. Oké. Okay. Van die 18 uur die ik erin heb zitten is waarschijnlijk 3 uur poker. Ja, juist. Ik heb poker ook altijd wel veel. Ja.
Maar vooral Liar's Dice, dat vind ik zo'n leuk spelletje. Ja, en ik voor mij is het poker of blackjack. Oké, en blackjack vind ik lame. Blackjack vind ik is altijd een beetje... lame. Vind ik altijd lame, gewoon in het de leven blackjack al. Is het enige waar ik in het echte leven echt money aan heb verdiend. Weet je, met zo'n Holland Casino try-out pakket. Ja, de bedoeling is natuurlijk altijd dat je nul speelt. Tuurlijk, dat is de bedoeling. Maar ik ging toen met iets van 30, 40 euro winst naar huis. Wat voor een arme student wel. Weet je, toen voelde ik me wel even een gangster. Ja, dat snap ik. Ja. En verder nog iets beleefd? Het is wel heel wat. Ja, nee, ja. Ik ben uit Wilde Westen geweest. Ja, ik ben uit Wilde Westen geweest. Ja. Ik heb daar mensen gered en boeven gevangen, dus het is goed geweest, dacht ik. Ik heb ook Red Dead gespeeld deze week en Lee en ik zijn bezig met Borderlands 2. Oh, lekker co-oppen. Ja, co-oppen. Ja, want in je eentje is er ook weinig. Vind ik ook. Dus, en het bevalt ons prima. Ja, met z'n tweeën is het altijd leuk. Maar nu gaan wij, nu Leon die kijkt nu, die baalt als een stekker, want die, ja, Halo wint het wel van Borderlands natuurlijk. Ja, en hij heeft natuurlijk geen Xbox voor Halo Reach, dus. Nee. Jammer. Als je dat al hoort, we doen er beter al om. Ja, dat is wel, het is wel een hele goede soundtrack. Ja, oké, Rodney heeft Black Flag gespeeld, Daniel Pietsma, Metro Redux, en Hotline Miami. Ook leuk. Die is ook vet. Rolf heeft ook Black Flag gespeeld. Wat grappig. Waarom? Hey, waarom wij willen in één keer cowboys zijn en zij willen piraten zijn. Ja. Waarom gaat iedereen in één keer terug naar zijn jongensdroom? I don't know. Leon Stuigie, Plants vs. Zombies, Garden Warfare en Borderlands 2. Oh. En Leon en ik ook Borderlands 2. Wat een rare soort van... Jij doet ook Borderlands 2? Ja. Nou, is het toch met Borderlands 2 aan de hand opeens? Zitten jullie allemaal... Zitten jullie... Oh, het is PlayStation Plus game natuurlijk. Oh. Maar wacht, als iedereen op de PlayStation zit, dan kun je gewoon met z'n vieren lekker co-oppen. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou wel vet zijn. Ja. Ik zie een Friday Night Live aankomen, maar oké. Marjolein, The Elder Scrolls Online, Johan, Infamous 2 en Heavenly Sword, Flower en Mario Kart. Flower? Ja, ja. Ik zat laatst nog te denken, PlayStation 4 heeft ook een soort Flower 2 nodig of zo. Flowers. Flowers, ja. Ja, een beetje Alien Aliens. Michiel, Titanfall en FIFA. En dat was hem wel. Hm. Ja, dus dat is wat de redactie gegamed heeft. We zijn natuurlijk ook altijd benieuwd naar game jullie eigenlijk nog wel. Ja. Wat heeft jou bezig gehouden deze dagen? Ja. Welke controller en welke game zaten er onder jouw vingers? Deze week. Deze week. Laat het ons weten in de comments, want dat vinden we altijd leuk wat jullie bezig gaat. Want wij doen ook bijvoorbeeld wel eens op Facebook, zeggen we, van, wat hebben jullie gegamed dit weekend? Komt en wat mij dan altijd opvalt is hoe gevarieerd ons publiek is. Ja, ja, ja. Op Facebook hoor je echt de raarste dingen. Dan is één iemand is bezig met de nieuwste game en de ander is een of andere retro Nintendo 64 game op aan het pakken. Het is echt... En op YouTube is het natuurlijk alleen maar Minecraft. Call of Duty. Call of Duty, Minecraft. Assassin's Creed. Nou, dat mag. Dat mag. Hey, zit je nou te fokken met Assassin's Creed? Nee, ik zit toch ook niet te fokken met Minecraft of Call of Duty? Ik wel. Ja. Zie je, dat is het verschil tussen jou en mij. Ja, maar de nieuwe Call of Duty schijnt wel weer vet te worden. Ja, zo heb ik gelezen in de preview op gamersnet.nl. Op waar? Gamersnet.nl. Sorry, verstond je niet? Dit is gamersnet.nl. Oké, okay. Dus, ja, en daar kun je lezen over? Ja, van allerlei soorten games. Van de mainstream games tot de kleine indie toppertjes die eraan gaan komen. Ik heb van de week opgezocht hoe lang wij bestaan. Pam, pam, pam. Ja, staat gewoon op Wikipedia. Ja, maar wij zijn echt serieus opgericht op 23 april... In het jaar 2000. Dus 23 april 2015 bestaan we 15 jaar. Wil je daar iets over teasen dat er dan misschien... Misschien gaan we er iets leuks mee doen. Misschien. Nee, dat kan echt niet. Hè? Nee, dat kan niet. Het is radio. ondertussen op GNHQ. Wat hebben we deze week allemaal beleefd? Hier op het mooie GNHQ. In het bruisende Bunnik. Nou, allereerst. Ik kom naar binnen en de benedenverdieping is gewoon clean. Like, what the fuck? Het is traditiegetrouw en er waren ook reacties op Facebook van mensen. Ik had een foto geplaatst. Tom Gudde is bezig met zijn eerste stage, oftewel opruimen en schoonmaken. Dat is altijd de eerste stage. Dat is altijd de eerste stage. Maar ik kreeg gelijk reacties. Ja, maar dat zou ik nooit doen, want je moet op je stage om te zijn om te leren. Om schoon te maken. We zijn een leerwerkbedrijf, daar wordt ook gewoon gewerkt. Alsof ik niet, en alsof ik niet help. Nee, dat iedereen hier op kantoor... Doet alles. Ik, serieus, als ik hier niet zou zijn, zouden al die planten hier doodgaan. Ja, dat is sowieso waar. Dat is echt, ik ben de bedrijfshippie hier. Ja. Vind ik zo leuk, bedrijfshippie. Ik zeg altijd bedrijfshoer, maar goed, hippie mag ook. Hot Coffee Show is natuurlijk verschenen, maar we hebben nog geen idee wat de stelling wordt, want we nemen het op voordat we de Hot Coffee Show opnemen. Dus tijdcapsule. Ja, zoveel tijdcapsules. Dus die is
eergisteren online gekomen. Ja, en hij was fantastisch. Maar ja, we weten op het moment nog niet. Ja. Ondertussen op GNHQ. Dat is het item natuurlijk. We hebben daar jullie voorgesteld aan de nieuwe Tom. Ja. Met de nieuwe verbeterde versie. Ja, Tom 2.0. Ja. Tom Mark 2. Niet zo populair doen en gebeld worden. Kijk, hebben we gebeld. Radio. Jonah Knulst belt mij. Oud-redacteur bij Gamersnet. Die belt hij wil mij nog gewoon een headset. Ja, misschien. Maar die belt mij nu gewoon op. Dus wat zal die willen? Ik ben op zoek naar een goede PC-redacteur erbij nog. Nou, mocht je een goede PC-redacteur zijn. Want hij wordt het niet. check ook ondertussen de Gamescom content. Ja, want inmiddels is het lijstje. Het, we zijn bijna door de previews heen. Maar dat was wel. Dat was, heel veel mensen zeiden. Hoezo is er nou nog nasleep van Gamescom? Dat is gewoon omdat er ontzettend veel previews zijn. En wij zetten 1 of 2 video previews en video previews en geschreven previews online. Ja. Per dag. En nog zijn we er niet doorheen. En nog zijn we er nou niet doorheen. Maar ja, dat was dus een beetje. Volgend jaar gaan we gewoon polsen of jullie gewoon alles in één keer willen hebben of het verspreid over de maand, zeg maar. Het haalt me niet op, zo'n polo. Nee, ik zei het, zo'n polo is ik ben gewoon dunner dan ik ooit ben geweest, hè? Ja, maar ja. Gewoon zo zitten. Reageer ook gewoon even of Peter. Nee, niet doen. Game-t-shirts moeten dragen. Nee, niet hoeveel je bent afgevallen of zo, dat ze moeten gokken en dat ze dan iets winnen. Nee, 2 kilo. En verloren. Nee, maar jij wil van de game-shirts af. Ja. Gamescom content. Check dat bij gamesnet.nl. Kijk ook even de eerste Moviesnet report. We hebben mijn eerste video uit van Moviesnet. Check dat. Beste Leon, het is weer voorbij die drukke zomer. Leuke briefwisseling altijd van Leon en mijzelf. Check die ook. We hebben 3 reviews gehad deze week. Het is niet weinig. Het seizoen begint weer. De eerste review, Surgeon Simulator 4. En de reviewer Michiel werd beschuldigd van het gebrek aan humor hebben. Nou, als iemand humor heeft. Als iemand grappig is, is Michiel. Ja. Dus dan is het waarschijnlijk ook gewoon een flauwe game. Dan geloof ik Michiel echt, dan steek mijn hand voor het vuur. Het is ook een flauwe game. Maar heel veel mensen zijn verzot op die game omdat omdat die groot is op YouTube of zo. Dan, hoe kun je dit nou afkraken? Is vet leuk. Ja. Ja. Beetje net zoals Goat Simulator. Ja, het is heel leuk, maar ik ga het geen 8 of 9 geven. Dus, nee. Precies. Nog een review Counter Spy voor de PlayStation Vita 4 en alles. 7,5 de Leon Stout gereviewd. En de Infamous First Light DLC en 8 door Daniel. Ja, voor Infamous Second Son DLC First Light. Ja. En check ook en download ook vooral de kalender even. Ja, hij staat hier achter op ons scherm, hij is niet goed te zien, maar dat is vet relaxed. Dan weet je gewoon wat er al voor games en stuff gebeurt. Ja, we hebben meer zoals wallpaper. Natuurlijk komt deze maand de Xbox One. Sterker nog, die komt gisteren uit. Ja. En we waren gisteren op de daarom namen we dit op woensdag al op. Ja, omdat we gisteren bij de borrel hadden voor de Xbox launch. Daarom. Ik wil nog 1 ding zeggen. Ik wil jullie even bedanken mochten jullie ons volgen op Facebook en Twitter. Want er is een komende week, wordt waarschijnlijk een hele grote week. Want we zijn vorige week de 6.500 Twitter-volgers gepasseerd. We zijn bijna voorbij de 4.000 op Facebook. En we gaan volgende week voorbij de 4.000 likes op Facebook. Dus het is een bijzondere periode op social media voor Gamersnet. We gaan over de 10.500 volgers. Stel er nog 4.250 abonnees op YouTube bij. En dan zit je bijna op 15.000 mensen die ons volgen buiten gamersnet.nl. Ja. Hulde, bedankt. Houd het vol. Spread the word. We houden van jullie. Ja. Dat en er zit altijd iets in voor de mensen die ons volgen, want we geven zo ontiegelijk veel weg over het algemeen. Ja. We hebben elke week sowieso 2 dingen die we op de site weggeven. Dan ook nog social media dingen erbij. En wat zijn we toch fantastisch. Dat zijn we toch goed. Dat zijn we toch fijn. Goed. Als wij er niet meer. Ik denk dat zelfs Jezus zou zeggen, de jongens van Gamersnet. Die weten hoe het moet. Maar dacht ik, klopt hier iets niet? Ja, nee, als wij er niet waren, zei Jezus van de wereld heeft iets nodig. Ja. Shining beacon of light. Wij zijn dan niet de zonen van God, maar misschien de achterneefjes. The offspring. Ja. We gaan naar de release van de week, jongens. Oh, verkeerde knop. Gaan we daar ook doorheen praten? Ja, nee, ik druk gewoon op de verkeerde knop. Dus ja, dat kan wel. Nu ga ik op de muis drukken. Ja. Klik. Welke games liggen er vanaf deze week in de winkel? En wat is de release van de week? Ja jongens, en er zijn een aantal games die deze week verschijnen. En natuurlijk, de belangrijkste is gisteren eigenlijk geweest. Maar we doen nu de games van volgende week bespreken. Dat is dat hebben we veranderd. Ja. Afgelopen week was natuurlijk de release van de Xbox One. Gisteren. En
nu kunnen we eindelijk in Nederland zonder Nederlandse spraakherkenning de Xbox One bespelen. Ja, dus hij is heel Nederlands in het opzicht dat... Je het land Nederland kan selecteren waar je vandaan komt. Verder niks. Ja. Nou, hij is ook Nederlands getypt. Het is de Nederlandse tekst, maar de spraakherkenning Xbox is niet... Xbox Leven heet het nu. Xbox Leven. Xbox Leven Goud. Ja. Zo heet het nu. X-Doos dan ook echt. Ja, en daar hebben we op gewacht. Ja. Nou, heel lang. De Xbox 1. En. Hey jongens, wat is allemaal niet de release van de week? De release van de week is niet geworden NHL 15, hoewel dat wel vette games zijn. Het is niet voor Nederland niet de release van de week. En niet de release van de week is ook Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Hoeveel fans er ook van zijn, is helaas niet de release van de week. Nee. Want de release van de week, dat zou ook de game zijn die ik volgende week heel veel heb geklokt. Destiny. Destiny, Destiny, Destiny. Okay, staat hij al op deze computer? Ja, volgens mij moet hij op deze computer staan. Want dan wil ik die wel eigenlijk draaien. Ja, dat is wel een goede om even te draaien. Want als die game dan toch draait. Mocht je hem nog niet gehoord hebben, Hans Otjes heeft een Destiny track en die is super vet. Hij staat hier gewoon niet op. Nee, hij staat er volgens mij wel op, maar in een heel apart ander mapje. Dat is raar. Ja, ik weet het niet. Zoek het eens, we gaan het live opzoeken. We gaan het live hier... Weet je zeker dat die op Destiny heette? Jazeker. Ja, oké, nou, we gaan het zien. En maar hij zoekt nu alleen maar in Hans Otjes. Ja, dat is niet goed. Hij moet zoeken in mijn computer. Breder zoeken. Hoe werkt dat? Sowieso is de computer, sorry, maar hij is heel rommelig gewoon. Ja, ik heb hem al rommelig gekregen van Daniel en toen heb ik er een beetje op gewerkt. En ja, maar bij de komst van een nieuwe stagiair moet hij altijd leeggehaald worden. Alleen dat heb ik vorige keer niet gedaan. Nou, oké. Okay, nee, dan dus ik moet even een paar terabyte kopen en dan kan alles... Nee, er zit best wel wat terabyte nog in, maar hij moet gewoon even opgeschoond of zo. Nee, al die bronmateriaal moet allemaal, wil ik, bewaren. Oh, je wil het opslaan en dan... Ja, oké. Backup. Zullen wij naar het Games het Nieuws gaan? We gaan naar het Games het Nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in de wondere wereld der games? Je hoort het in het Gamersnet Radio Nieuws. Ik weet niet wat er met de computer aan de hand is, maar hij zoekt niet. Ja, nee, sorry. De computer is echt traag. Oké. Ja. Nou, het zei je vergeven. Nou, heb jij er wat aan kan doen? Hoe gaat dat? Jongens, het Games het Nieuws is echt een... Oh, sorry. Wat is er veel gebeurd in de wonderwereld der games. En dat is ook echt zo, want gelukkig, het begint ook allemaal weer. We gaan weer lekker knallen. Het begint weer een beetje los te weken. Het is gewoon leuk dat je ook bezig kan zijn met leuke... items over games. Ja, we gaan een heel tof item maken over Shadow of Mordor. We moeten even kijken hoe ik het ga doen. Het is leuk dat we weer dat dingen, soort dingen gaan doen. Ja, echt. En dan we games gaan reviewen is ook gewoon weer fijn. Want het is gewoon in zo'n zomer heb je wel 2 reviews of zo. Ja, en verder is het allemaal vooruitblikken. Ja. En dat is leuk, maar op een gegeven moment wil je het ook wel hebben. Gewoon in je kast spelen. Ja. Vooral na Gamescom, dan denk ik van, oh, en het duurt allemaal zo lang. Ja, en volgend jaar wordt het nog erger. Want volgend jaar is Gamescom echt al 4 augustus of zo. Oh. Ja, het is de eerste week augustus volgend jaar. Oh, shit. Heb je al geboekt? Nee. Ja, dat doen we gewoon stijlvol te laat als gewoonlijk. Nee, heb ik dit jaar op tijd gedaan. Doet, kijk, gast. Nee, het was dit jaar wel op tijd, ja. Maar die accreditatie, die was je die accreditatie was ik een beetje vergeten. Ja. Toen moest ik nog langs... De beurshal om te kijken of wij ook nog naar binnen mochten. Ja, ze hadden alleen mij geaccrediteerd. Toen ben ik nog langs gegaan, maar het waren hele aardige mensen. Ze hebben het live gedaan waar ik bij stond. Nou, joh. Maar goed, Games with Gold brengt in september onder andere Halo Reach. We hebben het er net al even over gehad. Inderdaad, heb je Xbox Live Gold, dan mag je gratis en voor niks Halo Reach spelen. Ja. Crimson Dragon blijft voor de Xbox One nog gratis. En Super Time Force... ja, ik ken dat niet, maar dat is ook voor de Xbox One. Super Time Force is ook nog steeds gratis. En wat ook vet is voor de Xbox 360 is Monaco. What's yours is mine. En wat is dat dan? Dat is een hele vette indie bankovergeval game die co-op is. Allemaal top-down, heel tactisch, maar ook weer easy to learn, hard to master. Echt heel leuk om met vrienden te spelen. Oké, nou ja, hartstikke tof. Ga vooral ook weer Reach spelen, want het is eigenlijk best een goede Halo, ondanks dat mensen best wel op zitten zeiken. Ja, en was gewoon omdat het niet de eerste keer niet Bungie was. Het was wel Bungie. Nee. Oh, wacht. Inderdaad, Halo 4 was 343. Ja. En Reach was Bungie. Ja. Waarom zetten mensen dan te vitten op Reach? Ja, nou... Ik niet, ja. Het is je bent niet de Master Chief. Veel, ja, dat vond ik juist wel... En het is, vet, ik vind het heel vet, juist in de lol... In de lol... Dat het ervoor is. Ja, het is het eerste eigenlijk. Het is dus het eerste al... na... Volgens mij is Halo Wars nog wel eerder. Ja, en daarna Reach. En dan... 1, 2, 3 en ODST er een keer tussen. Ja. Of, ja.
Dus, maar gaan wij dus echt gaan we kopen? Ja, ik vind het goed. Ik vind dat serieus wel leuk. Ja, nee, ik... Maar ik denk wel echt een ruzie krijgen met Leon. Dan koopt hij maar een Xbox. Ja, gaat hij doen. Ja, nou, Xbox One. Ja, daar kan je Reach op spelen. Ja, hij had een scoop. Ja, ik vond het een kleine scoop. Want nou, ik heb het niet op een andere site gezien. Maar de nieuwe versies van GTA 5, die bevatten nieuwe muziek. En dat komt omdat Cara, wat is haar naam? Cara Delevingne. Delevingne. It's a British lady. Die, nee, dat is echt een hele leuke meid. Want die doet de radiozender non-stop Pop FM op in GTA 5. Ja. Wat ga je er... wat ga je er als een radiobaas bij zitten? Is echt heel goed, hè? Ja, nee, dat is lekker plomp een beetje. Maar, hey, ga lekker zitten. Ik doe het praten wel. Nee, het is niet officieel bekendgemaakt door Rockstar. Maar die Cara Delevingne, die was in de Rockstar studio. En die heeft allemaal foto's op haar Instagram gezet. En daarin zeiden ze dus van, ik ben weer bij Rockstar om nieuwe versies, of nieuwe radio op te nemen voor de GTA 5 versies die in de herfst komen. Dus sowieso is dat ook nog een keer benadrukking dat GTA 5 Next Gen in de herfst komt. En het is dus dat in ieder geval non-stop Pop FM een update krijgt. Maar hoe kom je aan Cara Delevingne Wingen op Instagram? Dat, via, ik zit best wel veel op een Reddit-pagina van GTA 5. En daarin delen echt, die mensen zitten ook heel kort op het nieuws. En die delen af en toe kleine weetjes. En ik zag die Instagram-foto en het onderschrift. Ik dacht, nou, dat lijkt me duidelijk. Want ze staat er ook met een paar gasten van Rockstar bij. En ja, ik vertrouw het wel. Dus ik neem aan, het is natuurlijk wel een beetje een... Ja, het blijft een aanname. Maar als non-stop Pop FM een update krijgt... Dan kunnen we ervan uitgaan dat alle radiostations een update krijgen. En dat er misschien wel één of twee bij komen. Ja. Het zou vet zijn. Nou, leuk. Bedankt voor je journalistieke... research. Ja, voor je journalistieke bijdrage. Ja. Ja, ik vind het ook fijn dat je het altijd zo simpel afdoet. Helemaal niet. Dan doe ik iets en dan is het zo, ja, bedankt. En door. Ja, maar moeten we doen? Een shrine of... Nee, ja, ik weet niet, wat wil je? Geef me maar een shrine, ja. Ja. Nee, een kaarsje erbij. Ja. Dat is leuk nieuws. Is leuk nieuws. Maar dat is... Je brengt bij mij altijd zo... journalistieke... Omdat ik het studeer, ga jij er altijd heel denigrerend over doen. Helemaal niet. Dat doe je expres. Het is heel schattig dat je dat doet. Dat deed je bij de Hot Coffee Show ook. Ik vind het heel lief dat je dat doet. Voor de mensen die niet weten, hij zit altijd te fokken met mijn opleiding. En alle weetjes die ik zeg maar doorgeef van mijn opleiding aan deze plek... is dan altijd, dan zegt hij zo van... Oh ja, dat heb ik ergens gelezen in een boek of zo. Terwijl dat allemaal mijn dingetjes zijn. Van, oh, de camera moet zo staan en we moeten dit en dit zeggen. En dan, ja, nou ja, boei. Inside effect. Ik hou van je. Ik weet het. En ik hou ook van jou. Ja, maar nu wordt het eens zo beladen. Van... Ga dan maar door met het nieuws. Nou, oké. Okay. Heb ik het nou beladen gemaakt? Ja, je bent heel beladen. Maar oké, okay, maar het is gewoon een grapje. Plaag je daarmee? Ik snap ook dat het een grapje is, maar ik wil gewoon even aankaarten aan de mensen dat... Dat je het zwaar hebt. Ja. Oké. Okay. Giro 555, mensen. Voor alle Toms binnen Gamers Net die het moeilijk hebben. Ben je al genomineerd voor de ALS Bucket Challenge? Nee, als het gebeurt dan ga ik het niet doen ook. Nee, ga je het niet doen? Nee, waarom? Nee, ik zou het ook niet doen. Maar ik had wel verwacht dat jij het wel zou doen. Echt? Ja. Omdat ik een hipster ben. Nee, maar wel beïnvloedbaar door dat soort vragen. Hypes? Ja, nee. Nee? Nee. Nou, dat had ik wel verwacht. Ik doe iets als ik er zelf achter sta. Niet omdat mensen zeggen je moet het doen. Ja, maar als je achter staat dan krijg je het water niet over jou. Boodschap van de week. Hij is weer terug. Nintendo zit flink in de financiële problemen. En dat is de laatste maanden pijnlijk duidelijk geworden voor zijn medewerkers. In juni ontsloeg de Europese tak van Nintendo 130 medewerkers. En nu gaat het nog eens 190 mensen met een tijdelijk contract de laan uitsturen. En daarmee komt het totaal 320 personen die een nieuwe baan moeten zoeken. En dat is allemaal vanwege kostenbesparingen. Ja, de verkoopcijfers van de Wii U die zijn natuurlijk niet heel erg prettig. De 3DS is over zijn hoogtepunt heen. Kortom, Nintendo is verkeerd in zwaar weer. En helaas merken Europese medewerkers dat. Wij wensen heel veel sterkte. Ja, het is overigens niet zeg maar mensen die games maken. Het zijn dus vooral Europese werknemers die de vertaling deden. Weet je wel, dat je Nintendo game, je Mario Kart of zo ook in het Nederlandse menu heeft. Of in het Duits, Frans, Spaans, whatever. Dus is dat dan nu weg? Nee, dat gaan ze nou zeg maar uitspenderen. Dat gaan aan andere kleine bedrijven geven. Ik weet niet, waarschijnlijk is het... Als je een dealtje maakt met zo'n bedrijf en het zijn niet jouw werknemers, hoef je in ieder geval niet meer je werknemers te huizen. Maar ja, pijnlijk. Hoop dat ze snel weer aan de baan komen.
Aanpasbare... Ja, dit nieuwtje slaat nergens op. Dat weet ik ook wel. Maar dit was ongeveer het grootste nieuws van de Tokyo Game Show die as we speak bezig is. En daarom vond ik het grappig. Namelijk aanpasbare thema's met nieuw PlayStation 4 update. Dan kun je je homescreen naar wens aankleden. Nee, nou, ja. Want ik vond het niet heel duidelijk. Is het nou echt aankleden of is het gewoon net als met de PlayStation 3 een kleurtje of een achtergrond? Ah, dat weet ik niet. Maar ik bedoelde te zeggen dat dit eigenlijk het grootste nieuws was. Ja, dan zo zien we maar weer dat de Tokyo Game Show... Ja, is dood. Behalve Resident Evil Revelations 2. Die is aangekondigd tijdens de Tokyo Game Show. Ja. En die was eigenlijk oorspronkelijk alleen verschenen voor de 3DS. Nee, dat is de eerste deel. Dit is een vervolg op de 3DS-versie. Oh, ja, oké. Okay. Oh, en dit ja, komt werkelijk op alle consoles uit, behalve handheld. Wat ja, raar. Dus ook Capcom laat weten dat ze niet heel veel vertrouwen meer hebben in de 3DS. Ah. Het is een lullige week voor Nintendo. Ja, maar zeker, jij maakt het lullig. Ja, nee, ja. Hey, Rockstar, doe maar. Het is jouw nieuwtje. Ja. Er waren heel veel nieuwtjes over het feit dat de new gen versie van Grand Theft Auto 5 vertraagd zou zijn. En de ene retailer zet hem weer op die datum en de andere retailer zet hem weer op een andere datum. En een of andere YouTube flapdrol zei, nou ik heb via gehoord dat die uitgesteld is. En Rockstar heeft gewoon laten weten, daar is helemaal niks van waar. En het staat gewoon nog steeds op de herfst van dit jaar. Raar verhaal. Dat ze hem niet uitstellen. Wie zou het zeggen, moet je tot nu inmiddels wel iets weten. Hoezo iets weten? Een release datum? Ja. Maar als ja, we nu nog bezig zijn wel met... De herfst nadert, ja. Dus het is... Je zou wel denken dat er inmiddels een release datum een beetje doorgaat. Al is het maar een maand. En als ze zeg maar nu nog bezig zijn met die radiozenders? Ja, maar die heb je denk ik zo gedaan. Het is natuurlijk veel moeilijker om die animaties 3D mooier te maken en de textures op te hogen en zorgen dat alles klopt en zo. Voor mij gewoon een schuifje. Hogere resolutie. Ja, hogere resolutie aan. Nee, in het maakprogramma zit gewoon echt een schuifeltje met kwaliteit. Ja. Kun je gewoon wat verder openzetten voor de Xbox One en PlayStation 4. Dat zou vet zijn. Ja, nee, maar hij komt gewoon in de herfst. Dus ja, en er zijn heel veel geruchten op gamesetten. Misschien posten we er ook wel te veel. Maar ja, goed. Ja, ik weet het ook niet. Er komen ook veel bezoekers op af. Je wil er gewoon dicht op zitten als er iets is met GTA. Want je weet dat het scoort. 16 november wordt genoemd. 18 november wordt genoemd. 14 af en toe. Ja, dus we gaan het allemaal zien. De Xbox One ondersteunt geen Nederlandse spraak bij de launch. Nou ja, iedereen kwaad. Want dat was de reden dat hij was uitgesteld. Ja, dus duidelijk is wel geworden dat ze ons... En wie zei dat dan vanaf dag 1? Dat niet de reden was? Nee, dat zei jij inderdaad. Ik heb het ook schaamteloos overgenomen, jouw mening daarover. Dat is goed. Het is gewoon zo geweest dat de Nederlandse Xboxen gewoon naar Duitsland en naar de UK zijn gegaan. Zeg maar de oplage die voor ons bedoeld was, tenminste dat was jouw verhaal toch? Ja. Dat de oplage die voor ons bedoeld was gewoon een jaar later pas... Ja, want ze willen zoveel mogelijk Xboxen verkopen. En dat doen ze dan in 8 landen waar ze het best verkopen. Zodat ze die alvast eraf kwijt zijn en dan komt de rest wel. Kijk, Nederland is toch een PlayStation 4 land. België ook. Al die landen waar ze uitstelt zijn allemaal PlayStation landen. Ja. Dus ja, dat is nu alleen maar erger geworden. Dat snapt de Xbox ook wel. Maar weet je, ik zei al, die Nederlandse spraak, fuck it. Ik ga echt niet Nederlands tegen mijn Xbox praten. Nee, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze dat gezegd hebben. Ja, oké. Ze hebben ons voorgelogen. Maar ja, het boeit me niet zo heel veel. Want ik denk van ja, ik zit hem toch gewoon op zijn Engels neer. Want ik krijg niet Xbox. Neem dit op. Zeggen. Wat je Xbox record this is. Ja. Ja, dat gaat. Hertouw. Record. Oh. Eerste screens Rollercoaster Tycoon World gelekt. Ik vond ze vet, maar wel een beetje eruit zien als Rollercoaster Tycoon 3. Ja, maar dan net iets mooier. Terwijl ik vind het toch ook alweer leuk. 3 is echt ook alweer van... Jaar rond terug. 8 jaar of zo, zoiets. Bizar. Maar ik ben wel blij dat hij komt. Het is goed dat er eindelijk... Ik ga heel erg veel Rollercoaster Tycoon World spelen. Het is goed dat er eindelijk weer een keer een rollercoaster komt, ja. En niet die iPad poep van dat was... Dat is niet fraai, hè? Nee, die is echt helemaal niet fraai. Bugs en microtransacties en ja, nee. Heel slecht. Maar goed, ze zagen er goed uit en wij zijn in ieder geval enorm stoked voor Rollercoaster Tycoon. Heel veel mensen op de site ook. Ja, voor mij heel veel zin in. Ja. Dat zijn dan echt van die nieuwtjes waar je veel meer reacties op ziet. Wat ben je Destiny doen? Staat er gewoon niet op, hoor. Hij staat volgens mij wel op de stream-PC. Op de stream-PC? Ik geloof zeer dat hij op de stream-PC staat. Dat is niet handig. Ja, ik kan natuurlijk nou niet... Nee, oké. Okay. Nee, dat kan niet. Kun je hem niet even downloaden? Want ik heb hem volgens mij wel... Wacht, ga eens naar Firefox. Mijn Outlook staat open. Ooit heb jij Hans' nummer naar mij gemaild.
Dus als je nou even in mijn Outlook gewoon zoekt... Peter? Ja, of Destiny of zo. Of Peter Ja, je hebt natuurlijk heel veel mailtjes. Oh, je hebt heel veel Peters. Ik heb zoveel vrienden. Ja, mijn vriend heet Peter. Maar alle zoekfuncties op deze computer... Oh, jawel. Nee. Dan zou die dan toch ergens tussen moeten staan. Ja, dat zou wel moeten. Ja. Nou, ik... Je zou denken van we starten even een nummertje in zodat we kunnen zoeken naar het nummertje, maar... Nee, maar jij doet nu het volgende nieuwtje. Oh, oké. Okay. Trophies PlayStation 4 versie van Beyond Two Souls. Beyond! Er gaan al lange geruchten dat Beyond Two Souls aan de PlayStation 4 komt en de geruchtenmolen wordt maar weer eens aangezwengeld. Wat mooi, aangezwengeld. Mooi, hè? De zogenoemde trophy tracking site Exoface zegt namelijk de trofielijst van de nog onaangekondigde PlayStation 4 versie van Beyond te hebben ontdekt. Jan? Ja. Het zou kunnen. Ik ben benieuwd, voor hetzelfde geld is het gewoon een trophy site die zoiets heeft van... we scoren even met een scoop. Maar ja, het is ook niet zo heel moeilijk, want ik ga ervan uit dat de trofies gewoon hetzelfde zijn. Hier, het staat er ook. De trofies zouden helemaal identiek zijn. Dus ja, dan kun je elke game kun je wel alvast op de PlayStation 4 ook even een database dingetje aanmaken. Ik vind het stom. Ik weet niet, ik vind het leuk, maar ik vind het stom. Wat leuk? Ja, al die re-releases. Ik weet niet, ik wil nieuwe games. Ja, dat is wel het ding. Het is te veel aan re-release. Oh. Ja, ja, nee. Het is een beetje... aan de andere kant... Ja... Het mag ook, want zo heb je wel snel veel titels voor de nieuwe generatie. En dan weet je ook dat de titels kwalitatief zijn. Dat is... Het is gewoon even, volgens mij, om het begin van deze generatie gewoon even de spellen aan te dikken. Ja, dat is waar. Ik heb Destiny niet kunnen vinden. Jammer. Dus het wordt een nieuwtje over de Sims of een liedje, want die game komt natuurlijk ook uit. Staat hij wel op de... Ja, oh, die is deze week uitgekomen. Ja. Zo grappig, jij als reviewer kan hem ook pas spelen vanaf de release dag. Echt? Ja. Oh, maar ik heb wel een code voor Origin dat ik hem... Ja. Ik kan hem pre... Hoe noem je dat? Preloaden? Preloaden, ja. Ja. We gaan naar een liedje over de Sims. Het is een van de meest populaire liedjes van Hans Otjes, mogen wij wel zeggen. Stiekem met je gegamed. De guilty pleasure die de Sims heeft. Ik moet dan altijd denken aan The Party van 2010 of zo. Dat was mooi. Toen liepen wij daar rond, gewoon als gamesnetters. En toen hoorden wij... Twee random bezoekers van The Party dat nummer zingen. Ja. Dat was een mooi moment. De ene zong het zeg maar na de ander, terwijl ze zeg maar armen om elkaar terug de hal inliepen. Dat is toch de liefde die Hans Otjes... Oh ja, dat was wel dat was een goed spul. En dat gaat over dit nummer, jongens. Ja. Dat ik nu wel heel erg voor lul sta. Speel deze game en dat hou je geheim. En toch zal ik dit spel echt nooit verlaten. Ik speel het overal waar ik maar kan. Ik vind het heerlijk om een huis te bouwen. Of om te koken, of zelfs naar het toilet. De uitbreidingen sla ik ook niet over. De Sims is mijn leven, de Sims is alles wat ik heb. Ik heb stiekem met je gegamed. Ik weet dat ik het leuk vond. Ik heb stiekem met je gegamed. Stiekem met je gegamed. Ik werk al lang voor een grote website. Ik moet Halo spelen, GTA en Metal Gear. Half-Life, World of Warcraft en Uncharted. Maar zeker niet de Sims met wat ik doe. Ik heb stiekem met je gegamed. Ik weet dat ik het leuk vond. Ik heb stiekem met je gegamed. Stiekem met je gegamed. Ah, blad, ha, Chef, chef, aflada! Now, Jay! Ah, blood, how about a car? Flatini, blah, blah, blah! Ik sluit me stiekem op mijn werkkamer. Ik zorg dat niemand mij daar echt kan zien.
En als ik iemand dichtbij hier hoor lopen, gaat de Sims weer uit en daarmee ook mijn droom. Ik heb stiekem met je gegamed, ik weet dat ik het leuk vond. Ik heb stiekem met je gegamed, stiekem met je gegamed. Abla, abalaka, shem, shem, ablada. Na jay. Abla, abalaka, platini, bla, bla, bla. Ham, laat haar kapla zitten. Top 5. Het is het ook een lekker nummertje. Heerlijk, hè? Niet alleen zeg maar de top 5 jingle die al heel erg lekker is, maar ook gewoon stiekem met je gegamed. Die Sims geluiden tussendoor en zo. Ja. Voor de mensen die trouwens kijken, we zijn van plek gewisseld. Ja. Ik moest even de lunchtip nog online zetten. Zo weet je ook hoe laat dit is opgenomen. Maar, tijdens lunch. Ja. Moet je even eten halen. Ik heb brood liggen hier. Ja, ik weet hoe lekker het beleg nog is. We hebben best wel veel dingen die lang goed blijven hoor. Okay. We hebben echt jam, pindakaas, hagelslag. Okay, nice. En het beleg, ik weet niet hoor. Als er een beetje groen op de kaas zit, dat... Schimmelkaas, hè? Ja, moet kunnen. Ja. Oké, okay, we hebben top 5, de top 5. Hé, ik ben nou aan het hosten, hè? Dus, nee, doe je ding. Nee, het is een beetje een harde top 5, maar ik vond hem wel grappig. De top 5 nieuwe banen voor mensen die ontslagen zijn met Nintendo. Het is dat we er, zeg maar, heel goed stil hebben bij gestaan toen het nieuws kwam. Toen serieus waren. Ja, dat was ook serieus. Zielig voor die mensen. Tender waren wij. Ja. Emotioneel. Nou doen we gewoon hard. Op 5. De top 5 nieuwe banen voor mensen die ontslaan zijn met Nintendo. Op 5, Clinic Clown als Mario in het ziekenhuis. Nou, het is wel, je maakt er wel heel veel kinderen mee blij. Ja, absoluut. Krijgt alleen geen geld voor. Op 4, kartinstructeur. Ja, dat kunnen mensen die bij Nintendo merken. Ja. Die weten alles van karten. Ja, power-ups, bananen gooien en zo. Ja, dat is een vet zijn. Van de top 5 nieuwe banen voor mensen die ontslaan zijn met Nintendo. Op 3, verzorger in de apenhul, want ze weten natuurlijk alles van apen. Ja, Donkey Kong, Diddy Kong. Appetijn. Groot, klein, alles. Jongen. Weer bananen. Weer bananen. Op 2... Van de top 5 nieuwe banen van mensen die ontslagen zijn bij Nintendo. Dierentrainer. Labrador, ik kies jou. Ja, zoveel mogelijk verschillende dieren. Ja, en dan ook tegen elkaar laten vechten tot de dood. Ja, dat zou vet. En potions. Tot de dood, tot de bewusteloosheid. Ja, tot er kruisjes in hun ogen komen. Ja. Maar dan zijn ze niet dood, hè? Nee, zijn ze niet dood. En op 1 voor de top 5 nieuwe banen voor mensen die ontslagen zijn bij Nintendo. De loodgieter. Hoe kon het ook anders? Dat kan iedereen die bij Nintendo werkt. Ieders roots zit dat. In het bloed. Het zit in het bloed van elke Nintendo-medewerker. Is ook zo. Het is niet. De top 5. Ja, en dan gaan we nu door met de Gamersnet up-to-date. Welke downloadable content verschijnt er allemaal deze week op Xbox, PlayStation, PC of Wii U? Je hoort het in de Gamersnet Radio up-to-date. Oké, sorry, ik laat hem een beetje te lang doorlopen. Maar ik waande me heel even een DJ. Ja, en daarnaast wordt deze aflevering ook heel kort, heb ik het idee. Hoezo? Want we zijn nu... Oh ja, het zou wel eens een hele korte aflevering kunnen zijn. Ja, nou ja, kan. Dat had je toch vorige week ook gedaan met Leon ongeveer. Is ook zo. Het hoeft ook niet altijd een uur te zijn. Nee. Dat is misschien een beetje te lang. Dat weet ik niet. Laat het radio in 1 minuut. Kijk, het radio in 1 minuut. Dat was hem. Ja. bedankt. Na de Google stem gewoon uitveden. Ja. Nee, laat het even weten. Is het lang? Moet het langer juist? Nee, daar moeten mensen niet over zeggen, hoor, want Games Radio moet lang. Het moet een beetje, ja. Maar Games Radio is jullie kijkje in hoe wij zijn. Nou ja, het is ook gewoon het nieuws uit de industrie en zo. Ja, maar wat we er echt van vinden. Kijk, Games in 1 minuut is gewoon feitjes en Games is sowieso heel erg feiten. Het is wel echt een nieuwe site. Ja, we zijn heel feitelijk en punctueel op de site. En dit is inderdaad wel iets losser. Dat is het ding ook. En je kunt het kijken op YouTube en je kunt het op je iPhone'tje zetten. YouTube. Je kunt het lekker op je iPhone'tje zetten. Of je kunt de iTunes. Of je kunt de RSS feed in je Zune klappen. Zune, ja. Heel goed. Ja. Je kunt ons ook vinden via Bing.
Hij zoekt op games draad en komen bovenaan. Zou ik wel heel typisch vinden als Bing het zo hard verneukt dat je gamersnet.nl echt gewoon in Bing invoert en die gewoon alles behalve geeft. Ja, precies. Hé hey jongens, de Games Radio up-to-date, hij is onvolledig, want het is woensdag. We nemen het normaal op vrijdag op, dan zijn alle dingen wel binnen. Maar bijvoorbeeld Steam, er is nog helemaal niet bekend wat er aankomend weekend allemaal aan Steam sales is. En ook voor Nintendo zijn we nog niet op de hoogte. Maar wel Major Nelson en PlayStation Blog hebben ons geholpen met wat er in ieder geval een soort van met korting te krijgen is op de PlayStation en Xbox platformen. Ja. Een hele Toy Story kostuums voor Little Big Planet Play. En oh ja, het is een hele level kit en alle personages erin. Ik wist niet dat dat Pixar en Little Big Planet samen een ding waren, maar dat blijkt maar weer is. Maar goed, hey, het is €6 per het zijn €6 per kit en per pakje €2. Dus het is niet duur, hè? Ja, Pixar is ook groter aan het worden. En dus, misschien dat Sniper Elite is wel leuk, want er echt de grote eerste DLC voor Sniper Elite versie 3 is V3 is echt Save Churchill Part 1 in Shadows. Save Churchill. Jee, kost een eurotje of 8. Kun je en het is dan Part 1. Dus het is al. Ik hoop wel dat het dan een flink pakket is, want als je dan 3 van die pakketten moet kopen voor elk €8 en dat je dan pas een verhaal hebt, dat is een beetje. Ja, dat is waar. Maar goed. Deal of the week voor Persona 4 Golden voor de PlayStation Vita is nu slechts €40. Geldt ook voor Sniper Elite 3. En dat was het wel eens een beetje voor de PlayStation deze week. Op de Xbox One hebben we Child of Light heeft 33% korting en Loco Psycho heeft 40% korting. Dat is op de Xbox One. En deze week op de Xbox 360 is wederom Call of Duty week. Alles wat Call of Duty is, is een stuk goedkoper. Call of Duty 2. Hell yeah. Maar ook bijvoorbeeld Resident Evil 4, een game die iedereen eigenlijk gespeeld moet hebben, is 67% goedkoper dan normaal. Oh, en ik zie dat Geometry Wars Retro Evolve 2 50% eraf. Dat is een arcade titel for the ages. Ja. Echt een hele goeie. Sorry dat we voor Nintendo en Steam deze week geen dingen hebben. Maar die komen vanzelf, die heb je zelf kunnen zien op de site als je er echt in geïnteresseerd bent. Dat hoeven wij dan niet te doen. Kun je gewoon terugzoeken. Waar heb ik het meeste zin in als de Xbox One langs? Je gaat de Xbox One krijgen. En wat ga je doen? Hoe ga je dat aanpakken? Ik weet niet. Het is Xbox One launch week. Ik wil eigenlijk wel misschien een klein itempje doen met de top 5 games waar ik toch wel een beetje naar uitkijk of zo. En dat dan wil ik. Ik zat er dus aan te denken om dan ook dus de indie titels erin te gooien. Want ik vind Below en Ori and the Blind Forest. Ja, Below. En Ori and the Blind Forest zijn echt kleine titels die. Oh, Below. Below. Niet Blow. Niet Blow. Maar die vind ik heel dik. Ja, Oraal in de Blind Forest. Oraal in de Blind, nou ja, oké. Okay. Piraatje, ken je hem? Nee? Gadverdamme, nee, dan ga ik hem ook niet uitleggen. Okay. Het is een kindvriendelijk show, hè. Nee, maar er zijn best wel veel vette titels die eraan komen voor de Xbox One. Dus ik weet niet, ik had wel even zin om daar een soort artikeltje of een itemje. Sunset Overdrive, denk ik. Sunset Overdrive sowieso ook wel, ja. En ja, Fable wel iets minder, hoor. Ik weet niet of de preview nou wel of niet online staat. Maar ik vond ik weet niet. Het is een twijfelgeval voor mij. Voor het eerst is Fable een twijfelgeval. Ja. Zelfs Fable the Journey was helemaal geen twijfelgeval. Ja, voor Fable the Journey was zonder twijfel een fantastisch spel. En ik denk het beste Kinect-spel wat er ooit was. En je kunt zoveel roepen dat Kinect kut is, maar dat spel was dope. Gewoon... En Star Wars shoot Kinect, me. En Star Wars Kinect. Nee, dat was echt pure poep, joh. Ja, het is Xbox One launch week, maar we staan er niet heel erg extreem bij stil. En het komt dat de meeste mensen hem gewoon al hebben die hem willen hebben. Ja. Zeker op een site als Gamersnet. Ik bedoel, bij ons komt de Core Gamer. En die haalt die hem wel van de Mediamarkt die hem al verkoopt. Of die rijdt even heen en weer naar Duitsland. Die hem al een jaar verkoopt. Dus het is allemaal niet heel nieuw. We gaan hem wel unboxen gewoon voor de forum. Dat komt dit weekend online. En dat is al tof. Maar verder niet echt. Nee. Maar toch, ja, ik weet niet. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ja. En op zich... Jij hebt gewoon echt gewacht. Jij krijgt ook gewoon een day one editie natuurlijk. Ja. Ja, dan ben ik ben wel benieuwd hoe het allemaal straks is, joh. Want we hadden hem even op kantoor en toen heb ik hem even bespeeld. Ja. Maar ja, ik weet niet. Straks als hij echt van mij is, ik weet niet, ik vind de controller ook zo relaxed. En ik vond Rise ook best wel een goede titel eigenlijk. Ja. Forza Horizon 2 is ook echt een spel waar ik echt best wel naar uitkijk. Want zeg maar een keer een race game met veel auto's en ik ben geen goede racer, dus dan is zo'n simpele race game is perfect. Weet je, gewoon driften, lekkere muziekjes, beetje sightseeing, hippie busje. Ik snap niet waarom die in een game zit.
Gewoon omdat de game draait ook veel om, zeg maar, verkennen en toeren. En wat is er nou vetter dan door een mediterraanse grote wereld heen toeren met een zelf gepimpt hippiebusje. Ja, dat is vet. Echt gewoon de originele Volkswagen type 2. Ja. Toen ik op Gamescom bij die gasten was, die ontwikkelaars van, niet Turn 10 is het gewoon, het is Playground Games volgens mij. Ja, ja, ik heb ze nog bedankt voor het busje. Voor het hippiebusje. Ja, dat zijn ze graag gedaan. Ja, of? Nee, ik zei van, in het Engels van, ja, jullie zijn de enige race game waar je daadwerkelijk de moeite hebt genomen om het hippiebusje erin te doen. Echt bedankt daarvoor. Ik zei, Goatie, en hij lachen. En ja, we vonden dat hij het wel bij de stijl paste, dus. Nou, tof. Ja, helemaal top. Nou goed, Xbox One heeft ze dus gefeliciteerd voor mensen die hem hadden gepreorderd en die een Day One editie in huis hebben, helemaal tof. Ja, yeah. En gefeliciteerd Microsoft met de launch eindelijk of zo. Eindelijk. Ja. En dat was het voor ons voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer en check Gamersnet voor al je favoriete content en al je de games komen. Er komen zoveel games aan, zoveel en reviews. De Gamescom content. We hebben een enorm overzicht waar alle previews in staan. Dus ja. Geschreven en de video previews en alles wat we hebben gedaan. En het is zoveel. Ja, en het reviewseizoen is er natuurlijk. Ja, dat tikt nu ook aan. Ja. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. En volg ons via Facebook, via Twitter, via YouTube en via... Voor de Insider Facts en alle prijs- en winacties. Ja. En Steam. Volg ons overal en dan volgen wij jullie ook. En onwijs bedankt en tot volgende week. En we houden van jullie. No homo. Cheers.